De rietjes worden gevuld met het sperma van de kei-samenstieren. Vervolgens worden deze stapsgewijs ingevroren en bewaard in vloeibare stikstof. In vloeibare stikstof kunnen deze rieten vele jaren bewaard worden zonder dat de kwaliteit verloren gaat. Van stieren, waar veel belangstelling voor is, worden grote hoeveelheden sperma in voorraad gehouden. Zo kan kei-samen bijna altijd aan de vraag voldoen. Kei-samen, de praktijk bewijst het.